Goedemiddag en welkom bij dit college over geneesmiddelonderzoek, geneesmiddelvergoeding en de wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. In dit college leer je hoe het proces van het laboratorium tot in de patiënt gaat, waarom geneesmiddelen zo ontzettend duur zijn en welke wet en regelgeving er allemaal komt kijken bij de productie van medicijnen. De tijdslijn van een eerste laboratoriumonderzoek tot aan uiteindelijk de registratie van een geneesmiddel ziet er ongeveer zo uit. En wat direct opvalt is dat dat een samenspel is van verschillende actoren, met onder andere universiteiten, farmaceuten, ethische toetsingscommissies en reguleringsorganen zoals de CBG en de EMA, waarover straks meer. Het begint allemaal met preklinisch onderzoek, op cellijnen, op chemische stoffen en op dieren. En vervolgens volgen de drie fases van onderzoek in mensen, de zogenaamde klinische onderzoeksfases. En voor iedere klinische onderzoeksfase is opnieuw ethische goedkeuring nodig. Uiteindelijk is dit systeem een soort trechter, waarbij dit alles zal leiden tot een handelsvergunning van een patiënt. Maar door die trechtervorm zie je dat er soms wel 10.000 chemische verbindingen getest moeten worden, met een geschatte onderzoekskosten van meer dan 500 miljoen, en een periode van tot wel 4 jaar voordat een chemische stof van ontdekking tot aan einde preklinisch onderzoek komt, om uiteindelijk klaar te zijn voor een fase 1 onderzoek in mensen. Van al die 10.000 chemische verbindingen zullen er ongeveer 5 geschikt zijn als mogelijk geneesmiddel in mensen. En voordat zo'n onderzoek van start kan gaan, is er dus voor het eerst al ethische goedkeuring nodig. En zo'n fase 1 onderzoek is nog een redelijk beperkt onderzoek, waar ik straks meer over ga vertellen. Maar de onderzoekskosten bedragen al gauw 1 à 2 miljoen euro voor elk van die 5 middelen. En onderzoeken duren gemiddeld zo'n jaar. Als in die fase 1 onderzoeken het middel veilig blijkt in mensen, dan zal er opnieuw ethische goedkeuring worden aangevraagd voor een fase 2 onderzoek. Zo'n fase 2 onderzoek is een grootschaliger onderzoek dat tot wel 20 miljoen euro per onderzoek kan kosten en tot wel 2 jaar kan gaan duren. En van die 10.000 verbindingen aan het begin zijn er meestal nog zo'n 4 over op dit moment. Als in die fase 2 onderzoeken blijkt dat het middel effectief en veilig is in een kleine groep van patiënten, dan zal er opnieuw ethische goedkeuring worden aangevraagd om uiteindelijk het definitieve grootschalige onderzoek, het fase 3 onderzoek, te kunnen lanceren. En dat is dan meestal nog voor zo'n 2 middelen die inmiddels over zijn. Kosten van een groot fase 3 onderzoek kunnen tot wel 100 miljoen euro per stuk bedragen en de duur is ook veel langer met tot wel 3 jaar. Alleen bij positief resultaat op een fase 3 onderzoek zal uiteindelijk een handelsvergunning worden gegeven. En het is niet ongewoon dat een farmaceut dan dus al meer dan 1 miljard euro aan ontwikkelingskosten, inclusief alle gefaalde onderzoeken, heeft betaald. En dat de onderzoekslijn al meer dan 12 jaar duurt, want tot dit punt waren we al 10 jaar onderweg en ook de registratie duurt soms nog wel tot 2 jaar. Vanaf dat moment mag de farmaceut het middel gaan verkopen. Maar omdat hij al in de preklinische fase 12 jaar geleden een patent heeft aangevraagd, verloopt dat patent al over 8 jaar, want patenten zijn 20 jaar geldig. Dus hij heeft zo'n 8 jaar de tijd om al die miljarden of miljoenen euro's die het onderzoek heeft gekost, terug te verdienen. En vanaf de start van de verkoop zul je zien dat er een post-marketing surveillance plaats gaat vinden. Daar ga ik straks meer over uitleggen. En is het natuurlijk heel belangrijk of het geneesmiddel vergoed gaat worden. Ja of nee. Nou, in dit college gaan we op elk van deze fases dieper in. Zodat jullie uiteindelijk straks precies weten wat er gebeurt en wat de gevolgen daarvan zijn voor het medicijn. En het begint dus allemaal bij het preklinische onderzoek. Tijdens het preklinische onderzoek wordt over het algemeen een heel basaal, heel celbiologisch onderzoek gezocht naar targets om een bepaalde ziekte aan te grijpen. Dan kun je denken aan receptoren, aan cellen, aan allerlei eiwitten. Waar medicijnen op kunnen aangrijpen. Vervolgens is er een hele rij aan chemische verbindingen die getest worden. En dat kunnen nieuwe verbindingen zijn of bestaande.
Die worden getest in zogenaamde high throughput assays, waarin wordt gekeken of er enige vorm van binding is aan zo'n target. En de stofjes van die tienduizenden die gescreend worden, de stofjes daarvan die binden, dat zijn potentiële leads. En die worden dan op deze manier gegenereerd en vervolgens geoptimaliseerd voor gebruik. Het optimaliseren dat is erop gericht om de zogenaamde drug-likeness van de chemische verbinding te vergroten. Dus dat het meer op een geneesmiddel gaat lijken. Een van de punten waar bijvoorbeeld wordt op gelet is dat de stof niet te groot wordt, omdat die dan moeilijker over celmembranen kan en niet te veel waterstofverbindingen heeft, omdat die dan minder goed oplost, etc. Het is er dus vooral op gericht om de kinetiek te bevorderen. En zoals jullie eerder geleerd hebben, is de kinetiek wat het lichaam doet met het geneesmiddel. Dus dan hebben we het over de absorptie, de distributie, het metabolisme en de excretie. Om dat zo optimaal mogelijk te krijgen. Vervolgens komen de preklinische testen. En dat kunnen testen zijn op cellijnen of op dieren. Maar dus nog niet op patiënten. En daarin wordt getest of het middel daadwerkelijk potentie heeft om stoffen in het lichaam, in cellen, te kunnen veranderen. Als laatste belangrijke stap is het natuurlijk zaak dat de productie opgeschaald kan worden. Ja, want als je maar één stofje kunt maken, dan zal het nooit geschikt zijn als geneesmiddel. Dus dat is de laatste stap in het preklinische onderzoek. Het is hier ook in deze afbeelding weergegeven. Maar het belangrijkste is dus dat je begint met een hele collectie aan verschillende compounds, die uiteindelijk leiden tot één of enkele clinical candidates, die geschikt zullen zijn voor in-mensproeven. Maar alvorens zo'n clinical candidate getest kan gaan worden in mensen, is er dus ethische goedkeuring noodzakelijk. En ethische goedkeuring, dat zag je op de eerste slide al, dat wordt veelvuldig, is dat nodig in klinische proeven. En dat is allemaal eigenlijk een beetje ontstaan aan de hand van de thalidomide casus. Beter bekend als Softanol. Het is een middel dat in 1953 werd ontdekt en in 1957 op de handel kwam als kalmeringsmiddel. En dat bleek ook heel geschikt tegen zwangerschapsmisselijkheid. Echter, in 1960 werden de eerste kinderen geboren met afwijkingen, met name aan de ledematen, met name aan de armen. Die bleken veel te klein aangelegd te worden. Zo zijn er nog vele andere soorten van aangeboren afwijkingen die op bleken te treden bij dit middel, wat dus juist bedoeld was voor zwangeren. En zo heeft het nog uiteindelijk tot 4 jaar na registratie geduurd voordat het uiteindelijk van de markt is gehaald. En dat komt omdat er voor die tijd nog geen duidelijke ethische goedkeuring nodig was voor testen en uiteindelijk ook registratie van nieuwe middelen. In Amerika waren er wel al dat soort goedkeuringseisen nodig via de FDA, de Food and Drug Administration. En daar is thalidomide ook nooit op de markt gekomen en heeft het dus ook nooit tot deze afschuwelijke afwijking geleid. Nou, dat was in Nederland reden voor het opstellen van de wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. En de eerste versie daarvan dateert van 1962. En het is van toepassing op al het medisch-wetenschappelijk onderzoek waarbij de betrokken proefpersoon wordt onderworpen aan een handeling of een bepaalde gedragswijze. Nou, dat is op het eerste oog misschien een vrij cryptische omschrijving. Maar het is dus belangrijk allereerst dat het gaat om medisch-wetenschappelijk onderzoek. Dat is dan weer gedefinieerd als een onderzoek dat tracht antwoord te geven op een vraag op het gebied van geneeskunde of gezondheid. Dus een marktonderzoek of een pedagogisch onderzoek zal nooit aan de definitie van de WMO voldoen. De tweede eis is dus dat de betrokken proefpersoon ook daadwerkelijk wordt onderworpen aan een handeling of een bepaalde gedragswijze. En een handeling kan van alles zijn. Eén bloedafname is al genoeg om te voldoen aan de medische wetenschap, aan de WMO. Bijvoorbeeld het ondergaan van een nieuwe operatie of het krijgen van een nieuw medicijn. Dat zijn allemaal handelingen waar de proefpersoon aan wordt onderworpen. Minder duidelijk is als het gaat over wat minder ingrijpende handelingen, zoals het invullen van een vragenlijst of het inleveren van een urinemonster. En de algemene gedachte is dat als het niet beperkend is, dus een vragenlijst die niet gaat over
persoonlijke of ingrijpende dingen, zoals overlijdens of geestelijke gezondheid, maar over hele basale dingen, dan voldoet het niet aan de WMO. Maar bijvoorbeeld het verzamelen van urine, gedurende meerdere dagen bijvoorbeeld, dat is al dermate ingrijpend dat zo'n onderzoek zal voldoen aan de WMO. En in die WMO staat dat dat soort onderzoeken alleen mogen worden uitgevoerd door gekwalificeerde mensen. En dat dat soort onderzoeken altijd medisch-ethisch getoetst moeten worden voordat ze mogen beginnen. Eigenlijk is de WMO een soort voorloper van de Declaratie van Helsinki. En de Declaratie van Helsinki is waar eigenlijk de hele wereld, ook aan de hand van onder andere die thalidomide-casus, een richtlijn heeft opgesteld voor wetenschappelijke deugdelijkheid en het doen van wetenschappelijk onderzoek met mensen. Hier staan de uitgangspunten in die declaratie. Een aantal daarvan zullen we straks nog wat nader bespreken. Maar zo is bijvoorbeeld belangrijk dat onderzoek gekwalificeerd is. En in Nederland hebben we dat aan de hand van de BROC, de basisregelgeving omtrent klinisch onderzoek. Verder is het belangrijk dat deelname absoluut vrijwillig is. En dat patiënten of proefpersonen ook volledig geïnformeerd zijn over eventuele risico's die kleven aan het meedoen. En dat die risico's, dat die ook altijd proportioneel zijn. Dus dat wil zeggen dat je niet iemand een klein risico mag geven op een hele ernstige complicatie. Als het onderzoek bijvoorbeeld gericht is op het tegengaan van vratjes of andere kleine ongemakken. Nou, in Nederland hebben we daarvoor de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek, oftewel de CCMO. En die CCMO die houdt toezicht op de 18 landelijke medische ethische toetsingscommissies. En die medische ethische toetsingscommissies zitten over het algemeen gevestigd in de wat grotere en de academische ziekenhuizen. Maar hier en daar staan ook losse MTC's. De MTC's die toetsen dus al het WMO-plichtig onderzoek. Dus dat is onderzoek dat voldoet aan die eisen die ik net noemde. Maar als het gaat om geneesmiddelonderzoek, dan zal ook de CCMO altijd nog een extra zogenaamde marginale toets uitvoeren. Dat wil zeggen dat het in de Europese databases gaat controleren hoeveel er al bekend is over de veiligheid van het middel. En het is dus eigenlijk een soort extra controle of de MTC het onderzoek wel door mag laten gaan. Er zijn ook een aantal specifieke gevallen waarin de MTC's lokaal niet mogen beslissen. En het onderzoek in zijn geheel getoetst moet worden door de CCMO. En dat is bijvoorbeeld als het gaat om onderzoeken met niet wilsbekwame proefpersonen of met kinderen onder de 16 jaar. Of als het gaat om hele veel medicatie die heel veel gebruikt gaat worden, zoals nieuwe vaccins, of hele invasieve therapieën, zoals celtherapie, gentherapie en geneeskunde die over embryo's gaat. En dus al dat soort onderzoeken worden centraal door de CCMO getoetst en niet door de lokale MTC's. Verder houdt het alle WMO-plichtig onderzoek in Nederland bij en zorgt het voor de registratie van alle SUSARs. En die SUSARs die ga ik straks nader uitleggen. En vanaf eind 2020 krijgt de CCMO ook nog een rol als coördinator van al het Europese multicenter onderzoek, om te zorgen dat er meer en beter gaat samengewerkt worden op Europees niveau. Het meeste onderzoek, en dus ook voor het grootste deel van het geneesmiddelonderzoek, afgezien van die marginale toets, heb je dus voldoende aan de lokale medisch-ethische toetsingscommissie. En zo'n medisch-ethische toetsingscommissie is eigenlijk precies vastgelegd hoe die werken, zodat alle 18 ook in principe kijken naar dezelfde dingen. Zo is er vastgelegd dat ze altijd moeten bestaan uit een combinatie van artsen, rechtsgeleerden, specialisten op het gebied van de meteorologie, een ethicus en ook een proefpersonenlid. En MTC's die geneesmiddelonderzoek toetsen, die hebben tevens een ziekenhuisapotheker en een klinisch farmacoloog in de commissie zitten. Verder is het belangrijk dat ze altijd een achterban hebben van verschillende experts die ze kunnen inschakelen. Zo valt er bijvoorbeeld te denken aan een medisch specialist of een stralingsdeskundige voor onderzoeken waar de MTC onvoldoende kennis van heeft.
MTC's mogen alleen functioneren als ze minimaal 10 protocollen per jaar beoordelen. Naast eigenlijk alle WMO-zaken is het zo dat de MTC's ook andere dingen controleren. Zoals bijvoorbeeld de privacy van de proefpersonen, de gegevensverzameling en dat soort dingen. En daarom is het in de praktijk zo dat de MTC's ook ander niet-WMO-plichtig onderzoek toetsen. En als je zo'n onderzoek wil opzetten, dan moet je de MTC dus vragen om een zogenaamde niet-WMO-verklaring. Dan geven zij aan van dit onderzoek is niet-WMO-plichtig en daarbij geven ze ook de reden. En het zal dus altijd de reden zijn van het is of niet medisch wetenschappelijk, want het is een vragenlijst die gaat over onderwijs of iets anders. Of een proefpersoon wordt niet blootgesteld aan handelingen of andere ingrijpende zaken. En ze kijken daarbij dus, is de privacy goed gewaarborgd en dat soort dingen. Daarmee geven ze dus eigenlijk een go of een no-go ook voor de niet-WMO-plichtige onderzoek. Een ethische goedkeuring, of het nou gaat om een WMO-protocol of een niet-WMO-protocol, is in de internationale literatuur ook een absolute vereiste om onderzoeken te mogen publiceren. Dus er zal eigenlijk in alle onderzoeken met mensen, en overigens ook met dieren, zal altijd iets staan over een ethische goedkeuring. Het aanvragen van een goedkeuring, dat is niet voor de poes. Want daar gaat een hoop administratie in zitten. Wat we hier zien is de inhoudsopgave van alle verschillende documenten die aanwezig moeten zijn. En dat varieert van het onderzoeksprotocol, waarin alles dus is vastgelegd over hoe het onderzoek zal gaan, tot aan de cv's van de verschillende onderzoekers, bewijzen dat die inderdaad voldoen aan de criteria dat ze bevoegd zijn. Of de proefpersonen een financiële vergoeding krijgen en zo ja, hoeveel dat dan is en hoe die eruit ziet, daarover straks meer. En een van de belangrijkste hoofdstukken is de informatie voor de proefpersonen. Worden de proefpersonen helemaal volledig geïnformeerd over het onderzoek en ook niet overgehaald om mee te doen? Het moet een absolute vrije keuze zijn van de patiënt of de proefpersoon om mee te doen. Die eisen van informed consent die staan op deze dia. Dus een patiënt of proefpersoon die moet volledig geïnformeerd zijn over het doel van het onderzoek, de mogelijke belasting, elk bekend risico dat kan optreden, dat moet genoemd staan in de proefpersoneninformatie en de mogelijke gevolgen. En vaak zal dat zo zijn dat er voor de proefpersoon zelf nauwelijks of geen voordelen zijn. Zeker als het gaat om bijvoorbeeld fase 1 onderzoek, waarover straks meer, dus dat in principe niet therapeutisch is, dus dan zal de patiënt er niet beter van worden. En dan loopt hij dus wel risico op mogelijke nadelen. Dat moet heel duidelijk in de proefpersoneninformatie staan. Andere eis is dat er voldoende bedenktijd is. Dus je mag niet in één consult de patiënt vragen om mee te doen, en hem dan ook de informed consent laten tekenen. Er moet minimaal een aantal dagen tussen zitten en in de praktijk is dat vaak één consult wat ertussen staat. Het moet ook volledig zelf door de patiënt zijn ingevuld. Dus als bijvoorbeeld de datum al vooraf door de arts is ingevuld, dan is de informed consent is ongeldig. Een patiënt of proefpersoon moet altijd en zonder opgave van reden kunnen stoppen. En er moet ook duidelijke informatie staan hoe die dat dan aan mag geven, dat hij stopt met het onderzoek. Over de vergoeding had ik het net al even. Vergoeding mag gegeven worden, maar moet altijd minimaal zijn. Dat wil zeggen dat een patiënt mag vergoed worden voor zijn tijdsinvestering, voor zijn reiskosten. Maar die mag niet overgehaald worden om mee te doen, omdat hij daar dan rijk van zou worden. Dus de minimale vergoeding komt altijd overeen met het minimumloon. De uitzondering daar gelaten als het risico echt heel hoog is. En er moet altijd een proefpersonenverzekering zijn en daar moet de patiënt ook volledig over ingelicht zijn. Dus als er wel onverhoopte schade optreedt door het onderzoek, dan moet de proefpersoon bekend zijn met alle gegevens van de verzekering. En conform de algemene verordening gegevensverzameling
moet alle privacyregels moeten goed duidelijk in de informed consent staan. Dus hoe lang worden uw lichaamsmateriaal en ook uw gegevens bewaard? En wat kan een patiënt doen als hij tussentijds wil dat zijn gegevens vernietigd worden? En hij moet ook een eigen kopie van deze gegevens kunnen krijgen. Dus dat zijn allemaal dingen die in zo'n informed consent aanwezig moeten zijn. Maar uit al die eisen kun je al een beetje opmaken dat je dus eigenlijk alleen onderzoek kunt doen bij wilsbekwame personen. En omdat volgens de wet kinderen per definitie wils onbekwaam zijn, dan heb ik het over kinderen onder de 16, is het dus heel lastig om met kinderen en wils onbekwame mensen onderzoek te doen. Dat geldt natuurlijk ook voor bijvoorbeeld onderzoek naar Alzheimer. Ja, op het moment dat dat ver gevorderd is, dan zal de patiënt niet meer zelf kunnen aangeven of hij mee wil doen aan dit onderzoek of niet. Er zijn uitzonderingen waarin wel onderzoek gedaan mag worden met dit soort mensen. En dat is als het onderzoek de proefpersoon zelf ten goede komt. Kan komen, moet ik zeggen. Ja, dus het is natuurlijk niet zeker dat het ten goede komt. Maar als het de proefpersoon zelf ten goede kan komen, dan mag het. Of als er echt geen enkele andere manier is om dat te onderzoeken. En dat is dan alleen als het minimaal invasief gebeurt. Dus met zo min mogelijk belasting voor de patiënt. Nou, in die gevallen mag een wils onbekwame volwassene, zoals bijvoorbeeld die dementiepatiënt waar ik het over had, die mag meedoen aan een onderzoek. En dan is degene die het informed consent ondertekent, is de rechterlijke bewindvoerder. Hè? Dus dat is een door de rechter aangewezen persoon die de zaken voor deze patiënt regelt. En in het geval van kinderen dient tot de leeftijd van 12 jaar beide ouders toestemming te geven. En tussen de 12 en de 16 jaar moeten zowel beide ouders als het kind toestemming geven. En daarbij is het belangrijk dat er ook gepoogd moet worden om op het niveau van het kind of op het niveau van de wilsonbekwame zo goed mogelijk uitleg te geven. Dus voor onderzoeken met kinderen zie je vaak ook animaties over het onderzoek en dat soort dingen. Verder is het zo dat als er ook maar enige vorm van verzet is, en dat kan al zoveel zijn als niet naar het ziekenhuis willen gaan, of daar weg willen gaan, of een keer schreeuwen, dan wordt dat gezien als wens om te stoppen met het onderzoek. En dan mag onderzoek in deze groep ook al meteen niet meer doorgaan. Nou, dan heb je nog de groep van acute noodsituaties. En dat is dus als een wel wilsbekwame volwassene in een dermate ernstige noodsituatie is dat hij op dat moment geen onderzoek, geen informed consent kan aanhoren en ondertekenen. En in dat geval mag in uitzonderlijke situaties mag een zogenaamd uitgesteld consent of een deferred consent worden aangevraagd. En daarvoor zijn de eisen eigenlijk vergelijkbaar. Hè? Dus dat mag ook weer alleen als het onderzoek de proefpersoon zelf ten goede komt. En als hij zo kort mogelijk daarna weer wordt ingelicht en als de risico's zo klein mogelijk zijn. Nou, dit informed consent en al die andere zaken die ik net noemde, dat zijn dus zaken waar de MTC of de CCMO vooraf, voor de start van het onderzoek naar kijkt. Nou, ook tijdens het onderzoek houden ze nog een oogje in het zeil en dat doen ze door middel van een Data Safety Monitoring Board. En in principe is dat aangesteld door de onderzoeker zelf en is die commissie ook onafhankelijk. Die voert interim analyses uit op de data. En zo'n DSMB, is verplicht voor al het hoogrisico-onderzoek. En dat betekent dus ook voor al het geneesmiddelonderzoek. Want geneesmiddelonderzoek is per definitie hoog risico. En zo'n DSMB die kan adviseren om een studie te stoppen. Bijvoorbeeld als de veiligheid niet langer gewaarborgd is. Bijvoorbeeld als ze zien dat er in de studie veel mensen een ernstige bijwerking krijgen. Of zelfs overlijden. Of als de eindpunten al eerder behaald zijn. Want als we het bijvoorbeeld hebben over een placebo-gecontroleerd onderzoek, en het is inmiddels op basis van een deel van de patiënten al heel duidelijk dat het geneesmiddel veel beter werkt dan het placebo, dan kun je beoordelen dat het niet meer ethisch is om patiënten in dit onderzoek te stoppen. Want dan worden ze namelijk onthouden
van het medicijn en kunnen ze een placebo krijgen. Dus ook dat kan een reden zijn om eerder te stoppen met het onderzoek. Het klinkt heel gunstig, maar vaak is het dan wel zo dat het onderzoek er met beperkte data uitkomt. En daardoor is er bijvoorbeeld aan het eind van zo'n onderzoek minder bekend dan dat je zou willen over de veiligheid van een geneesmiddel. Ja, dus onderzoeken worden over het algemeen gepowered, dat wil zeggen er worden voldoende patiënten ingestopt om een effect aan te tonen. En dan hoop je daarna iets te kunnen zeggen over de veiligheid, over de bijwerkingen. Maar als je natuurlijk eerder stopt, dan kun je ook minder zeggen over de veiligheid en de bijwerkingen van zo'n medicijn. SMB die rapporteert aan de onderzoekers. En onderzoekers die worden min of meer verplicht om zo'n advies dan ook op te volgen. In de zin van, als ze dat niet doen, dan kan een DSMB die kan stappen naar de toetsingscommissie. En dan kan de toetsingscommissie kan uiteindelijk het onderzoek stilleggen. Maar in principe rapporteren ze dus alleen aan de onderzoekers. En zijn zij onafhankelijk, zijn zij niet onderdeel van een MTC of een CCMO. Het is bijvoorbeeld een onderzoek van 2 jaar geleden, waarin werd getest of sildenafil, wat Viagra is, of dat kan helpen bij pasgeborenen met longproblemen. En toen bleek helaas dat baby's een grotere kans hadden om te overlijden als ze het medicijn kregen. Toen dat bekend wordt, in een interimanalyse heeft de DSMB geadviseerd om de studie per direct te stoppen. En dat is toen ook gebeurd. Betrof hier overigens wel kinderen met een hele slechte prognose. Dus een hele slechte uitgangssituatie. Maar het medicijn blijkt dus zeker niet te helpen. En om iets te kunnen zeggen over die veiligheid is het heel erg belangrijk dat bijwerkingen die tijdens een studie optreden, dat die veilig, tijdig gemeld worden. En daarvoor hebben we verschillende afkortingen. De AE, de SAE, de SAR en de SUSAR. Het is belangrijk onderscheid daartussen te maken. Want allereerst hebben we het dus over een AE, dat is een adverse effect. En dat kun je definiëren als elke complicatie die optreedt tijdens een studieperiode. Of die nou gerelateerd is aan het geneesmiddel of niet. He, dus als een proefpersoon in zijn vinger snijdt door een geneesmiddel waar je niet slechter van gaat zien of waar je niet slechter van gaat snijden, dan is het wel een adverse effect. En ook als een proefpersoon, net als heel veel anderen, de griep krijgt, zonder dat het medicijn nou invloed heeft op je immuunsysteem of iets, dan is dat niet, dan is dat een adverse effect. Als zo'n adverse effect ernstig is, dan noemen we het een serious adverse effect. En de definitie van serious is dan dodelijk of levensgevaarlijk, of dat het zorgt voor een opname in het ziekenhuis, of de opnameduur in het ziekenhuis verlengt, als er blijvende schade is of arbeidsongeschiktheid, of als er aangeboren afwijkingen optreden. En als er een serious adverse effect optreedt tijdens de studieperiode, en dan weten we dus niet of het een relatie heeft met het geneesmiddel, hè, dus ook als een proefpersoon een auto-ongeluk krijgt, ook als hij uit bed valt, zonder dat dat nou op enige manier gerelateerd kan zijn aan het geneesmiddel, dan moet dat wel gemeld worden in de DSMB, dus in de Data Safety Monitoring Board rapportages. En de reden dat het gemeld moet worden is natuurlijk omdat je nooit helemaal zeker weet of het nou een relatie had met het geneesmiddel. He, want die proefpersoon die dat auto-ongeluk kreeg, ja, misschien was die wel een beetje suf geworden van het geneesmiddel. En zodra je zelfs kunt vermoeden dat er een relatie is met het geneesmiddel, spreken we niet meer van een effect, maar van een reaction. En als het dan ook nog ernstig is, dan is het dus een serious adverse reaction of een SAR. En ook die moeten net als die SAE's direct gemeld worden, of niet direct, maar die moeten gemeld worden in de Data Safety Monitoring Board rapportages. Dus het is bijvoorbeeld zo, als je wel kon verwachten dat er enige relatie was tussen het geneesmiddel en de reactie. Dus als de proefpersoon een bekende bijwerking, namelijk sufheid, had en toen dat auto-ongeluk kreeg. Als laatste categorie is er nog een SUSAR.
En dat is een suspected, unexpected serious adverse reaction. Oftewel een vermoeden op een onverwachte, en dat is dan gedefinieerd als een niet eerder bekende, serious adverse reaction. En die moeten niet alleen gemeld worden in de vooraf afgesproken rapportages, maar die moeten ook binnen 7 dagen gemeld worden bij de CCMO. En er moet er ook overwogen worden of er een protocolaanpassing moet plaatsvinden. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld als een proefpersoon een hele ernstige huidafwijking krijgt op basis van het geneesmiddel, of in ieder geval in tijdsrelatie tot het geneesmiddel, en dat die huidafwijking natuurlijk nog niet bekend is, hè? Want anders was het niet een unexpected serious adverse reaction. En nog even voor de duidelijkheid, een SUSAR is dus ook een SAR, is dus ook een SAE en is dus ook een AE. Ja, dus ook dit is een soort van trechtervorm. Oké, nou als de medisch-ethische toetscommissie vooraf en tijdens de DSMB, als dat allemaal goed gaat, dan hebben we dus het eerste kopje gehad. Ja, preklinisch onderzoek hebben we besproken en de eerste ethische goedkeuring hebben we ook besproken. Dus dan gaan we nu het eerste in mens, het eerste klinisch onderzoek gaan we bespreken. Dat noemen we niet geheel onverwacht, het fase 1 onderzoek. En fase 1 onderzoek, dat wordt ook wel humaan farmacologisch onderzoek genoemd, dat heeft eigenlijk als enige doel om de tolerantie en veiligheid van een geneesmiddel te testen. Het is dus eigenlijk over wat is de maximaal getolereerde dosis in een patiënt. Daarnaast wordt er gekeken naar farmacokinetische parameters, dus hoe snel wordt het geneesmiddel opgenomen, hoe snel wordt het weer uitgescheiden. Als ik zoveel toedien van het geneesmiddel, hoeveel vind ik dan terug in de bloedbaan, etc. En voorzichtig wordt er ook wel een beetje gekeken naar farmacodynamische parameters, zoals bijvoorbeeld het beïnvloeden van receptoren. Maar dat is niet onderdeel van de vraagstelling van fase 1 onderzoek. Over het algemeen zijn er voor deze onderzoek een beperkt aantal mensen nodig. Mensen zijn in principe gezonde vrijwilligers. Het betreft namelijk niet therapeutisch onderzoek. Het is niet de bedoeling dat de proefpersonen mogelijk baat hebben bij deze geneesmiddelen. Ik ben alleen maar benieuwd naar wat is de tolerantie en de veiligheid van het geneesmiddel. Dat is meteen lastig, want als je al van tevoren weet dat een geneesmiddel dat niet heel veilig gaat zijn, zoals bijvoorbeeld chemotherapie, dan is het dus ook niet ethisch om gezonde vrijwilligers daaraan bloot te stellen. Dus in dat soort gevallen worden fase 1 onderzoeken wel therapeutisch gedaan met patiënten, omdat het gewoon niet ethisch is om proefpersonen daaraan bloot te stellen. En dan is het dus mogelijk therapeutisch, maar het is nog niet het doel van het onderzoek dat het daadwerkelijk therapeutisch is. Nou, de opzet kan verschillen. Wat er bijvoorbeeld vaak wordt gedaan is dat er dose ranging binnen een proefpersoon wordt toegepast. Wat wil zeggen dat een proefpersoon bijvoorbeeld iedere week of iedere 2 weken een hogere dosering krijgt. Tot het moment dat er bijwerkingen optreden. En dat is dan ook het moment waarop wordt teruggegaan in dosering of waarop de proefpersoon zelf stopt met het onderzoek. En als je dat op een aantal patiënten doet, dan kun je dus achterhalen wat de maximaal getolereerde dosis gemiddeld is. Er zijn variaties waarbij dat ook wordt gedaan door verschillende groepen patiënten verschillende doseringen te geven. En een andere belangrijke vraag is wat is de meest geschikte toedieningswijze? Ja, dus er wordt soms ook bijvoorbeeld een drankje vergeleken met een pil of een injectie intraveneus met een injectie intramusculair en dat met een pil, etc. Alleen als de uitkomsten van zo'n fase 1 onderzoek, als die positief zijn, dan is een geneesmiddel geschikt om door te gaan naar een fase 2 onderzoek. Zoals ik jullie in die eerste tijdlijn liet zien, vallen er eigenlijk weinig geneesmiddelen af in dit fase 1 onderzoek. Ja, over het algemeen is er altijd wel een maximaal getolereerde dosering. En de vraag op dit moment is nog niet of die dosering ook effectief is. En dat is pas de vraag bij het exploratief therapeutisch onderzoek, oftewel het fase 2 onderzoek. En dan is de vraagstelling dus, wat is de effectiviteit en de veiligheid van het geneesmiddel? En daarvoor worden voor het eerst echt patiënten geïncludeerd.
En dan is het dus ook de vraag van, is dit therapeutisch? Meestal zijn daar tussen de 30 en de 100 patiënten voor nodig. Maar het varieert ook heel erg hoeveel er beschikbaar zijn voor zo'n onderzoek. En de effectmaat is de optimale dosering. Ja, dus waar we net keken naar de maximaal getolereerde dosering, kijken we nu naar wat is nou de optimale dosering. Wat geeft de ideale balans tussen werking en bijwerkingen? En daarvoor wordt er dus ook antiziekteactiviteit gemeten. Ja, dus in het geval van tumoren kun je het hebben over tumorgroei of tumorafname. En in het geval van infectieziekte kun je het hebben over koortsverlagen of uiteindelijk zelfs genezen van de infectie. Maar om die balans te vinden tussen de optimale dosering en de bijwerkingen, zijn de bijwerkingen en toxiciteit dus ook nog steeds een hele belangrijke uitkomstmaat in deze onderzoeken. De opzet kan verschillen. Dat kunnen case series zijn, waarin dus verschillende doseringen worden gegeven aan verschillende patiënten en vervolgens worden die patiënten omschreven in wat voor klachten en effecten zij hadden. Of het kan gedaan worden in een zogenaamde randomized controlled trial, een RCT. Van een fase 2 onderzoek wordt dan vaak het geneesmiddel vergeleken met een placebo. Dus dat betekent dat er gerandomiseerd wordt en dat een groep patiënten at random of het geneesmiddel krijgt of het placebo. En dan kan dus heel goed het effect van het geneesmiddel vergeleken worden met dat van het placebo. Wat we weten dat het placebo-effect ook een belangrijk effect is, is dat dus veel beter dan een geneesmiddel vergelijken met geen therapie. Dan niet met zekerheid kunt zeggen of een effect dat je vindt of dat daadwerkelijk een effect is, dat komt door het geneesmiddel, of dat dat een zogenaamd placebo-effect is. Hiervoor geldt dat alleen bij positieve uitkomsten in een fase 2 onderzoek gaat het geneesmiddel door in een fase 3 onderzoek. En naar schatting gaat men ongeveer 1 op de 2, ja 1 op de 3 onderzoeken die doorstaat deze fase 2 met positieve uitkomstmaten. De vraagstelling van het uiteindelijke fase 3 onderzoek, ook wel het bevestigend therapeutisch onderzoek, is wat is de effectiviteit en de veiligheid van een geneesmiddel? En daarvoor worden er zo'n meer dan 300 patiënten geïncludeerd. En het doel is dan ook dat het therapeutisch is, hè? Dus dat zijn echt alleen patiënten die er aan mee kunnen doen. Daarbij wordt de effectiviteit gemeten, bijvoorbeeld weer aan de hand van die antiziekteactiviteit, tumorgroei en dat soort dingen. Maar eigenlijk een veel belangrijkere, maar ook moeilijker te meten uitkomstmaat is of het daadwerkelijk overlevingswinst geeft. Of de mortaliteit of die afneemt. En veel belangrijker nog dan in het fase 2 onderzoek is om het nu ook te vergelijken met bestaande behandelingen. Want als je effect vindt ten opzichte van een placebo, betekent dat natuurlijk niet dat je effect ook groter is dan een bestaande behandeling. En dat is wel wat je wilt aantonen in fase 3 onderzoek. Minder onderdeel van de primaire vraagstelling, maar natuurlijk nog altijd belangrijk, is welke bijwerkingen treden erop en in hoeverre is dit middel toxisch. Er is eigenlijk maar één goede manier om een fase 3 onderzoek uit te voeren. En dat is dus met een RCT, dus weer zo'n randomized controlled trial, waarbij patiënten geblindeerd worden voor of ze een placebo gebruiken, of de standaardbehandeling, of het medicijn krijgen. En dus gerandomiseerd worden in een van die groepen. En zoals ik al zei, de standaardbehandeling heeft de voorkeur. Soms worden de drie armen gebruikt, waarbij er ook nog ten opzichte van een placebo wordt gemeten. Maar als het gaat over een nieuwe indicatie waar nog geen andere geneesmiddelen voor zijn, dan is het gebruikelijk om het alleen tegen een placebo uit te meten. Fase 3 onderzoeken zijn dus echt hele grote onderzoeken waar ook vele miljoenen euro's of dollars in omgaan om dat goed op te zetten. En naar schatting haalt ongeveer 1 op de 2 fase 3 onderzoeken, die is daadwerkelijk positief genoeg om in aanmerking te komen voor een handelsregistratie. En want dat is dan de volgende stap voor de farmaceut, om na al die onderzoeken een zogenaamde handelsvergunning of een handelsregistratie aan te vragen.
En er zijn grofweg twee, er zijn een aantal meer hoor, maar die zijn op te splitsen in de centrale of de decentrale procedures. En de centrale procedure die verloopt via de European Medicines Agency. En dat is dus eigenlijk het geneesmiddelenkantoor van Europa, vergelijkbaar met de FDA in Amerika. Er bestaat ook een Canadese en een Japanse variant. Via die centrale procedure wordt er dus in één keer voor de hele Europa één aanvraag ingediend, één beoordeling. Belangrijk is dan ook dat het geneesmiddel in heel Europa onder dezelfde naam op de markt komt, dezelfde verpakking heeft en ook één productinformatie heeft, want dat is waar natuurlijk in alle Europese talen. Maar dan is het geneesmiddel dus in één keer voor heel Europa geregistreerd. De andere kant is de zogenaamde decentrale procedure. En die verloopt via de Nederlandse variant op de EMA, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. En dan wordt er een nationale aanvraag gedaan en ook een nationale beoordeling. Die nationale beoordeling wordt vervolgens vervolgd door een internationale beoordeling en ook een internationale goedkeuring. Dus dat is net iets anders. De centrale procedure die bestaat nog wat minder lang. Maar dat is wel de meest gebruikelijke route voor farmaceuten om hun middelen aan te vragen. Al is het maar omdat dat voor een aantal geneesmiddelen zelfs verplicht is. In ieder geval hoogrisicogeneesmiddelen, zoals gentherapie en geneesmiddelen die gemaakt worden met biotechnologie. Dat geldt ook voor weesgeneesmiddelen. Dat betekent dat geneesmiddelen zijn voor ziektes die heel weinig voorkomen. En waar dus over het algemeen ook weinig geneesmiddelen voor beschikbaar zijn. En juist voor heel veel voorkomende aandoeningen, zoals kanker, neurodegeneratieve aandoening, diabetes, auto-immuunziekten en virale ziekten. Waarschijnlijk gaat dit in de toekomst alleen nog maar meer worden, waar het verplicht voor is. Farmaceuten mogen ook zelf kiezen dat ze de centrale procedure volgen. En dat mogen ze doen voor eigenlijk elk nieuw actief bestanddeel. En dus als het gaat om een bestaand bestanddeel, maar een nieuwe indicatie. Bijvoorbeeld als ik wil testen of paracetamol ook werkt tegen kanker en dat blijkt zo te zijn. En daar wil ik een aanvraag voor indienen. Dan is dat dus niet mogelijk via de centrale procedure. Ik verwacht overigens dat het de EMA de komende jaren veel meer gaat centraliseren dan nu het geval is. Nou, en om in aanmerking te komen voor zo'n handelsvergunning moet er een enorm dossier worden ingeleverd bij het wetgevend kantoor en in dit geval dus de EMA. En dat is een zogenaamde piramidevorm, wat wil zeggen dat het topje bevat eigenlijk alleen maar samenvattingen van het onderliggende deel. En ook dat middelste deel is weer een samenvatting van het hele onderste deel. En dat wordt opgesplitst in 5 modules. En alle modules worden beoordeeld. En zo is het belangrijk dat de Summary of Product Characteristics, wat een soort bijsluiter is, maar dan voor de medisch specialist, voor de voorschrijver, die moet volledig kloppen, volledig up-to-date zijn. De verpakkingstekst moet aan alle eisen voldoen. Dat betekent dat er voor verschillende talen beschikbaar moet zijn, dat alle gegevens over het medicijn erop moeten staan, etc. Dat geldt ook voor de bijsluiter. Zoals ik zei, module 2, dat zijn eigenlijk vooral de samenvattingen van alle andere dingen. En die andere dingen, dat zijn dan de kwaliteitscontrole. Ja, dus waar haal ik de grondstoffen vandaan? Zijn die grondstoffen van voldoende kwaliteit? Hoe zorg ik dat die goed verwerkt worden? De good manufacturing practice eisen waaraan de farmaceut moet voldoen. Dan module 4, dat zijn de niet-klinische studies, dus alle preklinische gegevens. Hoe is dit geneesmiddel getest van chemical compound tot aan uiteindelijk een chemical lead, tot aan uiteindelijk de clinical candidate. Alle gegevens van al die studies moeten beschikbaar zijn. En dat geldt ook voor de klinische studies. En dat zijn dan dus alle fase 1, 2 en 3 studies. En niet alleen maar de gepubliceerde varianten, maar de complete dataverzameling daarvan. Dus alle patiëntinformatie die beschikbaar is, die moet ook ingeleverd worden voor het krijgen van zo'n handelsvergunning. Tegenwoordig is dat natuurlijk allemaal digitaal, maar vroeger waren dat serieuze vrachtwagens vol aan papier
Die dan naar zo'n Europees geneesmiddelregistratiekantoor gingen om beoordeeld te worden. En vervolgens vanuit daar natuurlijk ook weer verspreid werden over allerlei landen. Want het bestaat allemaal uit internationale commissies die de geneesmiddelen beoordelen. Je kunt je voorstellen dat het voor farmaceuten ook aanlokkelijk is om de wat minder positieve resultaten te verbergen in die enorme massa documentatie. Dus alles moet ook nagekeken worden door de betreffende kantoren. En dat gaat als volgt. Elke geneesmiddelhandelsvergunning aanvraag die mag maximaal 210 dagen duren totdat er een advies wordt gegeven. Dat is een wettelijke termijn. Maar daar zitten wel twee klokstops in. En dat zijn momenten waarop de EMA of het CBG aanvullende informatie nodig heeft van de farmaceut. Dus het begint allemaal natuurlijk op dag 1. Dan op dag 80 volgt het eerste rapport van de Committee for Medicinal Products for Human Use. Daar wordt meerdere malen over vergaderd en uiteindelijk wordt er een lijst met vragen opgesteld voor de farmaceut. En dat is het moment waarop de klok stil gaat staan. De farmaceut heeft er natuurlijk bij gebaat om zo snel mogelijk antwoord te geven op die vragen, maar het is niet ongebruikelijk dat dat nog 3 tot 6 maanden duurt. Nou, vervolgens, als dat is ingeleverd, dan wordt dat weer beoordeeld. En nu komt ook de prak om de hoek kijken, ga ik straks uitleggen. Waarna er weer een tweede lijst met vragen wordt opgesteld en er weer een klokstop plaatsvindt. En weer een race tegen de klok voor de farmaceut om daar zo snel mogelijk antwoord op te geven. Nou, uiteindelijk volgt op dag 210 volgt dan het advies. En de administratieve verwerking van het advies, dus het daadwerkelijk overnemen door alle Europese kantoren, mag nog maximaal 66 dagen duren. Dus uiteindelijk is er ergens tussen die dag 210 en dag 277 is er een besluit genomen over of het middel wel of geen handelsregistratie krijgt. Nou, zoals ik al zei, de Committee for Medicinal Products for Human Use die speelt daarin de hoofdrol. En die kijkt met name naar de wetenschappelijke evaluatie van alles wat is ingeleverd. En daarmee letten ze op de kwaliteit, de veiligheid en de effectiviteit van het geneesmiddel. Vanaf die tweede periode komt ook het PRAC om de hoek kijken. En dat is de Pharmacovigilance Risk Assessment Committee. En die is veel meer gespecialiseerd op aanbevelingen omtrent de farmacovigilantie. Ja, dus hoe is het nou gesteld met de bijwerkingen van dit geneesmiddel? En hoe kunnen we het risico daarop zo goed mogelijk verminderen? Nou, en beide kunnen ook hulp inroepen van specialistische werkgroepen. Bijvoorbeeld voor hele innovatieve geneesmiddelen zoals gentherapie en zo. Voor geneesmiddelen in de pediatrie en de kindergeneeskunde. Specifiek voor die orphan drugs, omdat het daar vaak veel moeilijker is om grote onderzoeken op te zetten, voor geneesmiddelen die in de diergeneeskunde worden gebruikt, etc. Belangrijk om je te beseffen dat het nog echt wel heel lang kan duren. Hè. Dus in het optimale geval ben je in 210 dagen klaar, maar in de praktijk komt er vaak nog wel een half jaar tot een jaar aan vragen beantwoorden bij, voordat je uiteindelijk zo'n handelsvergunning hebt. In uitzonderlijke situaties kan dat sneller, dan kan dat namelijk in 150 dagen. En zo'n versnelde procedure die kan alleen worden aangevraagd als een geneesmiddel zeer grote maatschappelijke gevolgen kan hebben. Dus als het bijvoorbeeld een geneesmiddel is voor een ziekte waar nog helemaal geen therapie voor bestond. Of bijvoorbeeld een vaccin voor het coronavirus zal waarschijnlijk zo'n status krijgen. En dan wordt er dus getracht om dat sneller door te laten. Maar dan heb je het nog steeds over 150 dagen, wat natuurlijk een behoorlijk lange periode is. Ik kan me voorstellen dat er voor corona zelfs een nog sneller advies komt, omdat dat natuurlijk een heel erg groot maatschappelijk probleem is. Uh,
Maar mogen geneesmiddelen dan helemaal niet gebruikt worden totdat zo'n handelsregistratie er is? Nou, er zijn uitzonderingen voor. En dat is het zogenaamde Compassionate Use programma. En in het Nederlands wordt dat vertaald als het schrijnende gevallen programma. Dat houdt dus in dat medicatie, nadat zo'n programma is goedgekeurd door de CBG, maar voordat het geregistreerd is, gebruikt mag worden als het gaat om een hele ernstige ziekte, waar geen alternatief medicament voor beschikbaar is, of bijvoorbeeld een eindstadium van een kanker, waar geen alternatief medicijn voor beschikbaar is. En alleen als het klinisch onderzoek op zijn minst al is opgestart, of dat er zelfs al een handelsregistratieaanvraag loopt. En natuurlijk alleen als de patiënt ook nauwlettend in de gaten worden gehouden en alle bijwerkingen gemeld worden. In schrijnende gevallen kan een farmaceut kan toch leveren. En een ander belangrijk voorbeeld is dus mensen die hebben meegedaan aan zo'n trial. Dat die uiteindelijk toch, ook nadat de trial afloopt, nog doorgaan met het gebruik van de medicijnen. Omdat ze er mogelijk baat bij hebben. Vallend genoeg mag de farmaceut zelf bepalen of hij er ook geld voor vraagt voor de verstrekking van het geneesmiddel. Ja, dus een compassionate use programma betekent niet dat het ook gratis is. In veel gevallen overigens wel. Maar in sommige gevallen gaat het ook om vele tienduizenden euro's die de patiënt dan dus zelf moet betalen. Want omdat het middel nog niet geregistreerd is, kan het ook nog niet vergoed worden. Dus een andere manier waarop niet geregistreerde geneesmiddelen of elders geregistreerde geneesmiddelen toegediend kunnen worden. Bijvoorbeeld middelen die alleen in Amerika geregistreerd zijn. En dat kan als een arts contact zoekt met de inspectie voor gezondheid en jeugdgezondheid. Of inspectie voor gezondheidszorg en jeugd moet ik zeggen. En als ze daar ook goedkeuring van krijgen, dan kan een arts in hele individuele gevallen kan hij zo'n medicijn laten overvliegen uit bijvoorbeeld Amerika. En toedienen aan de patiënt natuurlijk. Nou, dus als er dan zo'n besluit is, hè, op dag 210 tot dag 277, dan zijn er drie opties. Er kan geen vergunning worden gegeven. Als er dus onvoldoende is aangetoond dat het geneesmiddel effectief is ten opzichte van bestaande behandelingen of ten opzichte van placebo. Er kan een handelsvergunning worden afgegeven voor 5 jaar, dus dat is eigenlijk een onvoorwaardelijke handelsvergunning. En die is in eerste instantie voor 5 jaar. Dan wordt die na 5 jaar altijd herzien, maar kan dan in tweede instantie voor onbepaalde termijn zijn. En als laatste kan er nog een voorwaardelijke handelsvergunning worden gegeven voor 1 jaar. Dat wordt weer alleen gedaan als het gaat om een ernstige ziekte waar nog onvoldoende data voor beschikbaar is. Ja, dus bijvoorbeeld die weesgeneesmiddelen waar ik het over had. Ja, dat is gewoon niet mogelijk om daar heel snel hele grote hoeveelheden informatie over te verzamelen, omdat die ziekte zo weinig voorkomt. En in dergelijke gevallen wordt het dus voor 1 jaar goedgekeurd, maar moeten de studies doorgaan en vindt er dus ook ieder jaar herevaluatie plaats. Nou, op het moment dat zo'n vergunning dan verleend is, dan zijn de geneesmiddelkantoren, dus de EMA of het CBG, zijn nog niet klaar. Want dan vindt er zogenaamd fase 4 onderzoek plaats, oftewel post-marketing surveillance. En dat betekent dat er na autorisatie nog alle bijwerkingmeldingen, eigenlijk tot in de oneindigheid, bijgehouden en geanalyseerd worden. En dat is de verantwoordelijkheid van de geneesmiddelkantoren. Dus in Nederland is dat het CBG en in Europa is dat de EMA. En het CBG heeft dat uitbesteed aan het bijwerkingencentrum LAREP. Dus dat is de plek waar Nederlandse patiënten en Nederlandse artsen hun bijwerkingen kunnen melden en waar zij dat ook vervolgens analyseren. Ook het LAREP werkt samen op internationaal niveau. En daarom worden alle meldingen eigenlijk uit alle Europese lidstaten worden doorgestuurd naar de Europese database. En dat is de EUDRA Vigilance Database. Blijkt in de praktijk blijkt het heel lastig om data uit zo'n database te analyseren.
Want iedereen meldt, hè, zowel zorgverleners als onderzoekers tijdens de klinische trials, als patiënten zelf die kunnen bijwerkingen melden. Maar uiteindelijk wordt toch natuurlijk niet elke bijwerking daadwerkelijk gemeld. Al is het maar omdat mensen niet beseffen dat het een bijwerking is, of omdat artsen denken van ach, dat is al een bekende bijwerking, die hoef ik niet te melden. Dus er is op een gegeven moment wel bekend wat de teller is van het aantal bijwerkingen, maar niet wat de noemer is van het aantal bijwerkingen. Vaak ook niet eens de noemer van het aantal gebruikers. Dus het is heel lastig om op basis van deze gegevens in te schatten hoe vaak een bijwerking daadwerkelijk voorkomt. Daarnaast is het nog zo dat een relatie tot het geneesmiddel niet hetzelfde is als een kausaal verband. Hè? Dus dat een bijwerking die regelmatig voorkomt na gebruik van een geneesmiddel, dat hoeft natuurlijk niet per se een relatie te hebben met het geneesmiddel. Misschien heeft het wel een relatie met de ziekte. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld huidreacties naar paracetamol. Misschien kan paracetamol zelf ook huidreacties uitlokken. Het is ook zo dat paracetamol wordt gebruikt bij koortsende ziekten. En dat veel oorzaken van koorts, namelijk infectieziekten, ook huidbeelden kunnen geven. Dus om die reden is er wel degelijk een relatie tussen het optreden van die virale huidbeelden en paracetamol, maar komt dat niet per se door de paracetamol. Als je databases maar voldoende groot zijn, dan kun je er op een gegeven moment natuurlijk wel signalen uitpikken. Ja, dus opvallende correlaties. En als die voorkomen, dan worden die beoordeeld door de geneesmiddelkantoren. En dan kan het verschillende gevolgen hebben. Zo kan het leiden tot een aanpassing van de SNPC en de bijsluitinformatie. Er kunnen zogenaamde Direct Healthcare Professional Communications worden verstuurd aan alle voorschrijvers en apothekers. Geneesmiddelen kunnen zelfs van de markt gehaald worden. Of bijvoorbeeld voor bepaalde indicaties niet meer geschikt zijn. En er kan bijvoorbeeld worden geadviseerd om preventieve maatregelen te treffen. Zo is het bijvoorbeeld zo dat sommige geneesmiddelen alleen gebruikt mogen worden als er ook anticonceptie wordt gebruikt, omdat we weten dat die geneesmiddelen erg schadelijk zijn voor de ongeboren vrucht en we dus willen voorkomen dat vrouwen die dat geneesmiddel gebruiken zwanger raken. Dus het mag alleen worden voorgeschreven op het moment dat er ook een goede vorm van anticonceptie wordt gebruikt. Een aantal voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld communication over de Implanon. Die bleek soms onder de huid te kunnen verplaatsen, waardoor die schade aan zenuwen en bloedvaten kon optreden. En daarom zijn de instructies over het inbrengen aangepast. Of fluorginolonen, dat zijn bepaalde soorten antibiotica. Daaruit bleek uit deze databases dat er een risico was op het optreden van schade aan spieren en bindweefsels. Bijvoorbeeld peesrupturen. Het is geadviseerd om bij patiënten die al een verhoogd risico hebben op deze zeldzame bijwerkingen eerst andere behandelopties te overwegen. Laatste voorbeeld zijn de SGLT2-remmers. Daaruit kwam uit onderzoeken naar voren dat er een ernstige, mogelijk levensbedreigende infectie op kon treden. Het zogenaamde gangreen van Fournier. Een necrotiserende ontsteking is van de uitwendige geslachtsorganen, veroorzaakt door een opstijgende blaasontsteking. Jullie overigens afraden om daar plaatjes over te googlen. En toen is besloten om dat risico op dat gangreen van Fournier op te nemen in de bijsluiterinformatie. We kunnen nog lang doorpraten over de bijwerkingen en het belang van het melden daarvan. Maar daar hebben we een apart college over gemaakt. Dus ik ga er nu niet verder op in, maar ik verwijs jullie naar het college Bijwerkingen en Adverse Drug Events van Michael Reumerman op dit YouTube kanaal. Nou, even recapituleren. We zijn nu zover dat we de handelsvergunning inmiddels binnen hebben. Ik heb jullie verteld over de post-marketing surveillance. Dus we kunnen het nu gaan hebben over de verkoop van de geneesmiddelen en het vergoedingsbesluit.
Zoals je dus net in die tijdslijn zag, is het niet ongewoon om op dit moment al meer dan 1 miljard euro aan ontwikkelingskosten te hebben gestoken in de ontwikkeling van 1 medicijn met een handelsvergunning. Het is ook niet ongewoon om al 12 jaar bezig te zijn sinds de eerste ontdekking van het medicijn en dus sinds de patentaanvraag. Het is ook niet ongewoon dat er al meer dan 10.000 geteste compounds de eindstreep niet hebben gehaald. En dat alles dus om maar 1 handelsregistratie te krijgen. Nadat je al 12 jaar bezig bent, dat betekent ook dat er nog maar 8 jaar is om je geld terug te verdienen. Want het geneesmiddel heeft nog maar 8 jaar patent op dat moment. En dat is de reden dat we vaak absurde bedragen zien voor geneesmiddelen. En zoals 1 doosje Orkambi, wat een middel is wat gebruikt wordt tegen tijslijmziekte, dat heeft een waarde van 12.000 euro. Dat heeft alles te maken met die ontzettend hoge ontwikkelkosten voor dit soort medicijnen. Daarbij zeg ik overigens niet dat farmaceuten nooit te veel vragen voor geneesmiddelen. Want er zijn ook voorbeelden van farmaceuten die vele miljarden winst maken. Ondanks dat de ontwikkelkosten dus lager liggen dan dat. Dan is dat natuurlijk wel een aanwijzing dat de geneesmiddelen ook voor minder over de toonbank kunnen gaan. Nou, er zijn maar weinig patiënten die 12.000 euro die dat uit eigen zak kunnen betalen. Zeker als dat dan voor een maand genoeg medicijn is. Dan is dat niet iets wat je graag doet. Dus moet er een vergoedingsbesluit komen. En daarin maken we onderscheid tussen geneesmiddelen die extramuraal worden gebruikt. Dat betekent dat ze verstrekt worden via de openbare of de polyklinische apotheek. Dus buiten de muren van het ziekenhuis. Of geneesmiddelen die binnen de muren van het ziekenhuis gebruikt worden. Die eerste groep die wordt betaald vanuit de ziektekostenverzekeringen. En daar wordt altijd een zogenaamd pakketadvies voor aangevraagd. Voordat er ook maar enige vorm van vergoeding plaatsvindt. Dat betekent dus dat in Nederland het geneesmiddel nog nauwelijks verkocht zal worden totdat dat vergoedingsbesluit heeft plaatsgevonden. Voor de intramurale geneesmiddelen geldt in principe een zogenaamde directe instroom. Dat betekent dat ze direct worden opgenomen in het verzekeringspakket. Maar omdat dat snel leidde tot zeer hoge ziektekosten, is daar een uitzondering op. Namelijk middelen waarvan verwacht wordt dat het voor de hele Nederlandse maatschappij meer dan 40 miljoen op jaarbasis gaat kosten. Of geneesmiddelen die meer dan 50.000 euro per patiënt per jaar kosten. En totaal meer dan 20 miljoen gaan kosten. Dat soort middelen ondergaan de zogenaamde sluisprocedure. Dus die worden als het ware in een sluis geplaatst en op dat moment niet vergoed. Als het dus gaat om een middel voor een ziekte waar minder dan 200 patiënten in Nederland aan lijden, dan is het voor de farmaceut heel lucratief om het 49.999 euro te laten kosten. Want dan valt het dus net aan niet in deze categorie. Dat kost namelijk niet meer dan 50.000 euro en zijn de totale kosten niet meer dan 10 miljoen. Dus in dat geval kan de farmaceut dat soort trucjes uithalen. Nou, dan is het natuurlijk een belangrijke vraag voor zowel de extramurale geneesmiddelen als die middelen in de sluis. Is hoeveel hebben wij er nou voor over om daar als Nederland voor te betalen? En daarvoor worden zogenaamde QALY's gebruikt. Dat zijn Quality Adjusted Life Years. En er zijn 2 manieren om de zogenaamde ziektelast te berekenen. Via de Absolute Shortfall methode of de Proportional Shortfall methode. En in het geval van de Absolute Shortfall methode, dan heb je het over de verloren Quality Adjusted Life Years. Dat is de ziektelast. En in Nederland gebruiken we de proportional shortfall methode. En dat betekent dat je de verloren QALY's deelt door de QALY's die er zouden zijn als de ziekte afwezig was.
Ja, dus bij beter worden. Wat zijn dan de resterende kwalies? Ik heb even een rekenvoorbeeld om het verschil tussen de absolute en de proportional shortfall methode uit te leggen. En in dat rekenvoorbeeld hebben we een ziekte die een kwaliteit van leven geeft van 0,2 en een levensverwachting van 5 jaar. Ja, dus bijvoorbeeld een kankervorm waar je gemiddeld 5 jaar aan kunt lijden, maar wel met een hele beperkte kwaliteit van leven, namelijk 0,2. In dat geval is het aantal kwalies met ziekte dus 0,2 keer 5, oftewel 1. Als we dan zeggen dat mensen zonder ziekte gemiddeld 85 jaar oud worden, dan betekent dat dus dat een patiënt, stel het gaat om een kinderkanker, dat een patiënt van 5 jaar, dat die met de ziekte 1 kwalie heeft en zonder de ziekte nog 80 kwalies. Dan is er dus een absolute shortfall van 79 quality adjusted life years. In het geval van de proportional shortfall deel je dus dat verlies van die 79 kwalies op de hoeveelheid die er anders zou zijn geweest, namelijk de 80. Nou, dan heb je 79 gedeeld door 80 en dat benadert natuurlijk de 1. Als we het uitzetten tegen een 80-jarige, dan heeft hij nog steeds met de ziekte 1 kwalie. En zonder de ziekte heeft hij natuurlijk veel minder kwalies. Hè? Want hij wordt naar verwachting 85. Hij is al 80, dus er zijn nog 5 kwalies te gaan. Dan is er dus een absolute shortfall van maar 4 kwalies. En een proportional shortfall van 4 gedeeld door 5, oftewel 0,8. Nou, afhankelijk van in welk land je woont, wordt die ziektelast berekend met de absolute shortfall methode of de proportional shortfall methode. Maar het valt dus direct op dat leeftijd een veel belangrijkere determinant is in het geval van die absolute shortfall. Ja, want dan heb je bijna 20 keer zoveel verlies voor een 5-jarige als voor een 80-jarige. Ten opzichte van de proportional shortfall, waar dat allemaal redelijk bij elkaar in de buurt ligt, hè? 1 of 0,8. En nogmaals, in Nederland hebben we er dus voor gekozen om te berekenen met de proportional shortfall methode. Nou, hoe berekenen we dan hoeveel kwalies winst of verlies een behandeling geeft en hoeveel dat kost? Dat doen we met deze methode. En dan zeggen we dus dat de kosten per gewonnen quality adjusted life year zijn de kosten van de nieuwe behandeling minus de kosten van de oude behandeling. En dat gedeeld door de kwaliwinst van een nieuwe behandeling, gedeeld door de kwaliwinst van een oude behandeling. En dus als die kwaliwinst vele malen hoger is, dan vinden we het ook oké als die nieuwe behandeling iets duurder is. En zo kun je dus de kosten per kwali kun je berekenen. Wat vinden we dan acceptabel? Dat hangt af van de ziektelast. Dus bij een lage ziektelast van onder de 0,1 vergoeden we eigenlijk helemaal niks. En boven de 0,1 is dat afhankelijk van hoe ernstig de ziekte is. Heb je een ziektelast dus in de proportional shortfall methode die richting de 1 gaat, dan zijn we als Nederland bereid om daar meer voor te betalen per quality adjusted life year dan voor een ziektelast van 0,2. Dat is weergegeven in deze tabel. En dan vinden we dus voor een ziektelast tot 0,4 zijn we bereid om 20.000 euro per kwalie te geven. Tussen 0,4 en 0,7 is dat 50.000 euro per kwalie. En boven de 0,7 is de misschien wel eerder gehoorde 80.000 euro per quality adjusted life year. Een richtlijn van wat we in Nederland bereid zijn om te betalen. Dus per levensjaar. En het is dus niet een absoluut gegeven. Kun je afvragen hoe ethisch het is om kwaliteit van leven uit te drukken in kosten. Ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Maar het is natuurlijk zo dat Nederland een maximale hoeveelheid budget heeft voor ziektekosten. En dat er dus wel een manier moet zijn om dat te verdelen. En dit is de manier waarvoor gekozen is. Nou, zoals ik al zei, het is een richtlijn en niet een vast gegeven. En dat blijkt eigenlijk uit het beslissingsproces van de pakketadviescommissie.
Dat is de commissie die kijkt naar of een geneesmiddel vergoed moet worden. En dat is dus onderdeel van het Zorginstituut Nederland. En die kijkt allereerst naar de effectiviteit van een geneesmiddel. Die staat hier ook bovenaan in het stroomdiagram. En zo zie je dat als een middel niet effectief is, dan zal dat ook nooit vergoed gaan worden. Natuurlijk heel logisch. Maar de andere principes, die worden eigenlijk gelijk gewogen. Dus die zijn niet zo absoluut als de effectiviteit. Principes die zijn bijvoorbeeld de noodzakelijkheid. Hoe ernstig is een ziekte? Voor een behandeling tegen vratjes, dan zal dat waarschijnlijk niet genoeg ziektelast geven om ervoor te kiezen om het medicijn te vergoeden. En een tweede vraag is ook, is de verzekering het juiste instrument? Is het noodzakelijk om het te verzekeren? Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld paracetamol. Paracetamol is inmiddels zo goedkoop geworden, dat als we dat verzekerd zouden willen maken, dan zouden daar zoveel aanvullende administratieve kosten bij komen, dat het helemaal niet meer zou lonen. Dus om die reden is ervoor gekozen om paracetamol, tenzij door een arts wordt voorgeschreven, niet te vergoeden. En dus gewoon beschikbaar te maken in de supermarkt en de drogist. Als kosten zo laag zijn, dan is verzekering niet het juiste instrument. Er wordt dus gekeken naar de kosteneffectiviteit. En dat zijn die kwalies die ik net noemde. En je ziet dat dat niet een absoluut gegeven is. Dus het is niet zo dat als een middel kosteneffectief is, dat het dan altijd vergoed wordt. Of dat een middel, als dat niet kosteneffectief is, dat dat altijd niet vergoed wordt. Er is altijd nog een escape de andere kant op. Dus bijvoorbeeld zo zijn, zoals in het geval van paracetamol. Dat is dus wel degelijk kosteneffectief, maar het is niet noodzakelijk om dat te verzekeren. Maar het kan ook te maken hebben met de uitvoerbaarheid. Daarvan zijn geneesmiddelen misschien niet het meest ideale voorbeeld, maar als je het hebt over andere medische behandelingen, dan kan het zijn dat het helemaal niet uitvoerbaar is. Dus dat het middel wel effectief is, dat het kosteneffectief is, maar dat als we dat gaan vergoeden en dus gaan aanbieden aan alle Nederlanders, dat de zorg totaal overbelast raakt. En in dat geval is het dus ook niet verstandig voor het Zorginstituut Nederland om zo'n middel te vergoeden. Deze vier uitgangspunten die worden dus meegenomen door de adviescommissie pakket. En die adviseert dan weer het Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut Nederland zal eigenlijk altijd de adviezen van de adviescommissie overnemen. Op zijn beurt wordt de adviescommissie weer ondersteund door de wetenschappelijke adviesraad. Die de wetenschappelijke informatie over geneesmiddelen veel beter kan interpreteren. En de ASP die kijkt zelf dus meer naar de maatschappelijke weging daarvan. En daarin nemen ze dus de vier principes die ik net noemde mee. Het is ook belangrijk om te beseffen dat de vergaderingen van die adviescommissie die zijn openbaar. Dat betekent dat er vaak patiëntenverenigingen en andere belanghebbenden aansluiten. En zoals je wel kunt voorstellen, die mogen ook overigens inspreken, kunnen de emoties daar hoog bij oplopen. Ja, als er wordt besloten om een middel bijvoorbeeld niet te vergoeden om zwaarwegende redenen. Zo'n pakketadvies is de standaardgang voor zaken, dus voor de extramurale geneesmiddelen. Dus voor de geneesmiddelen die buiten het ziekenhuis worden gebruikt. Zoals zij de intramurale geneesmiddelen, die worden in principe meteen vergoed, tenzij dus ze dus aan de criteria van een duur geneesmiddel voldoen. En in dat geval vindt er een zogenaamde sluisprocedure plaats. Wordt het geneesmiddel in de sluis geplaatst en dus nog niet vergoed. Het geneesmiddel wordt pas vergoed op het moment dat er zo'n pakketadvies wordt gegeven en dat dat ook positief is. Vervolgens maakt de minister zelf of een van de andere mensen op het ministerie van de VWS, die maakt geheime afspraken met de farmaceuten over de prijs. Veel over te doen dat die afspraken geheim zijn, maar die worden per land gemaakt. En zo kan het dus zijn dat een geneesmiddel wat in Nederland wordt verkocht voor 40.000 euro per pakje,
dat dat net over de grens in België 10.000 euro per pakje kost. Farmaceuten zijn er natuurlijk enorm bij gebaat als die prijsafspraken niet openbaar worden gemaakt, want anders gaat Nederland al zijn pillen uit België importeren. Het is op heden nog niet gelukt om daar op Europees niveau of zelfs op wereldwijd niveau afspraken over te maken. Verder is het belangrijk dat het geneesmiddel pas vergoed wordt als er afspraken worden gemaakt over gepast gebruik. Ja, dus als het geneesmiddel, dat wordt dan alleen vergoed als het aan bepaalde eisen voldoet. Bijvoorbeeld alleen als het kankerstadium dermate ver gevorderd is dat er van andere geneesmiddelen geen effect meer te verwachten valt. Nou, de huidige lijst van middelen in de sluis die is overigens beperkt hoor. Maar die kun je terugvinden op de website van het Zorginstituut. En het doel van het Zorginstituut is natuurlijk om zo snel mogelijk ook uit de sluis te halen. Dus om zo snel mogelijk bovenstaande gegevens rond te krijgen. En bij een negatief pakketadvies zal het middel dus gewoon niet vergoed gaan worden. Het is al een aantal keer genoemd, maar 20 jaar na de aanvraag van een patent dan verloopt het. En dat is belangrijk omdat op dat moment de generieke concurrenten op de markt gaan komen. En voor generieke concurrenten geldt dat er veel soepelere registratie-eisen zijn. Als het om een zogenaamd generiek van een chemische stof, dan is dat in principe precies dezelfde werkzame stof. Hetzelfde molecuul, tot in de puntjes hetzelfde. Het enige wat kan verschillen in zo'n middel zijn de andere hulpstoffen. Maar omdat het precies dezelfde stof is, hoeft het dus niet al die registratie-eisen te doorlopen. Genoeg, dat zou onethisch zijn om onderzoek te doen met een geneesmiddel waarvan je al weet dat het werkt. Dan stel je mensen onnodig bloot aan bijvoorbeeld de risico's van het krijgen van een placebo. Om die reden geldt voor een generiek alleen dat er eisen worden gesteld aan het productieproces. Net zoals dat wordt gedaan bij een nieuw geneesmiddel. Voor biosimilars ligt het net iets anders. Want biosimilars dat zijn biological geneesmiddelen. Wat wil zeggen dat die gemaakt worden door levende cellen. Bijvoorbeeld antilichamen zijn daar een goed voorbeeld van. Of bepaalde enzymen. En omdat ze gemaakt worden door levende cellen, als je dan een iets ander productieproces op loslaat, zal de stof nooit identiek zijn. Het kan wel hetzelfde effect hebben, maar de stof zelf zal niet precies identiek zijn. En om die reden worden daar dus iets strengere eisen aangesteld. In het geval van een biosimilar moet de fabrikant namelijk aantonen dat er geen verschil is in veiligheid en werkzaamheid ten opzichte van het innovator product. Dus daar moeten wel degelijk nog een aantal trials voor plaatsvinden voordat het geregistreerd kan worden. En ook daarvoor geldt natuurlijk dat er strenge eisen zijn aan het productieproces. Door de marktwerking hebben concurrenten natuurlijk een drukkend effect op de prijs. Maar je ziet ook dat generieke chemische middelen over het algemeen veel goedkoper zijn nog weer dan de biosimilars. En dat heeft weer alles te maken met het ingewikkelde productie- en registratieproces. De belangrijkste reden is dat we in Nederland het zogenaamde preferentiebeleid hebben. En dat betekent dat van iedere werkzame stof de zorgverzekering maar één variant vergoedt. Dat is logischerwijs natuurlijk de goedkoopste generieke stof. En wat voor een effect dat heeft gehad op de prijs van geneesmiddelen, is terug te zien in deze grafiek, die jullie ook bij de introductie van het vak hebben gezien. En hier, zo halverwege 2008, werd het preferentiebeleid ingevoerd. En je ziet dat inderdaad daarna de daling van de geneesmiddelprijzen is doorgezet. Daarna zijn er nog heel veel andere wetten en regelgeving toegepast om de geneesmiddelprijzen maar zo goed mogelijk te drukken. Dus een belangrijke oorzaak van de prijsdaling van geneesmiddelen. En ook de reden dat we bij voorkeur in Nederland generiek voorschrijven. Dat wil zeggen dat je op het moment dat je een recept maakt als zorgverlener, dan zet je daar naam op van het werkzame bestanddeel. En niet van het merkgeneesmiddel.
En dan geef je daardoor geef je ruimte aan de apotheker om dus het preferentiebeleid toe te passen. Zoals ik al zei, is er soms kleine verschillen in hulpstoffen. En sommige patiënten die menen ook verschil te merken in werking en bijwerkingen. Maar in hoeverre dat mogelijk is, anders dan door de hulpstoffen, is nooit aangetoond. Maar in ieder geval kun je er als voorschrijver voor kiezen om het geneesmiddel in individuele gevallen wel als merkgeneesmiddel voor te schrijven. Dan moet dat met een zogenaamde medische reden en het moet dan ook op het recept vermeld staan. En in dat geval wordt het ook vergoed door de zorgverzekeraar. Oké, dan zijn we langzaam aan het eind gekomen van dit college. Hier nog één keer de tijdlijn zoals we die hebben doorlopen. Van preklinisch onderzoek tot de uiteindelijke handelsvergunning en het tot in de eindigheid doorlopen van de verkoop en de postmarketing surveillance van een medicijn, al is het met veel concurrenten na die 20 jaar. Vragen kunnen gesteld worden via de cursusinformatie op Canvas. En als jullie nog geïnteresseerd zijn in verdere literatuur, dan kan ik in ieder geval de website van de CCMO aanraden. Die hebben hele overzichtelijke informatie, bedoeld ook voor onderzoekers, over al het onderzoek, maar specifiek ook over geneesmiddelonderzoek. En daar hebben ze ook mooie animaties bij. Het CBG-website die is wat minder overzichtelijk en die bevat ook gedetailleerde informatie voor bijvoorbeeld farmaceuten. Maar daar kun je zeker wel handige informatie op vinden. En uiteindelijk is natuurlijk ook de website van het Zorginstituut is een belangrijke bron geweest voor dit college. En is ook een belangrijk naslagwerk voor als je meer informatie zoekt. Hartelijk dank voor jullie aandacht.